blijft er vanaf. Yo, 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 what up, what up, what up, what up. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb mijn vlogcamera weer opgepakt. Aangezien de laatste tijd ik niet zoveel zin had om te vloggen. Maar ik ga vandaag jullie weer meenemen. Ik ga mijn best weer doen om leuke footage te maken. We zijn vandaag aan het shoppen. Althans, even een klein dingetje aan het halen. Jenny had nieuwe schoenen nodig. Ik had een nieuwe broek nodig. We zijn nu in de New Yorker. We gaan kijken of we misschien nog wat leuks kunnen vinden. Zo, biker jeans. Dat is een leuke trui bij de New Yorker. Hartstikke leuk. En voor weinig. Trui is maar 20 euro. Het is een koopje. Dus is je opgevallen met mijn oog? Ah ja, rood. Hier zo. Ja. Oh. Nee, ik heb elleboog van Jenna ontvangen. Vannacht. Niet! Zeker wel. Erg hè? Bijna blauw oog. Toen ging draaien. Ja, toen je ging draaien, ja. Sorry, baby. Ja, ik vind het. Ik vind het leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Eindelijk die broek. Eindelijk die broek, ja. Bijna een soort van spijt dat ik die H&M net heb gehaald. Dat zei ik. Ik zei dat ik het niet moest doen. Ik kan het toch terugbrengen? Dat vind ik ook zo stom. Ja, wat was 15 euro? 15 euro, laat maar. Are you listening? Damn. Nee, als je het afvraagt, als jullie afvragen of ik het horloge heb gekocht, nee, ik heb het niet gehaald. Ik vond de prijs wat aan de duurdere kant. Ik heb via Watch Today, die website, die verkoopt vaak horloges in de uitverkoop. Het zijn dan wel niet exact dezelfde soort horloges, dan wel een imitatie. Maar het gaat mij namelijk altijd wel om het model en of het er goed uitziet. Dus dan vind ik het ook best als ik zeg maar een goedkoop horloge kan halen. Dus ik heb het niet gehaald. Maakt verder niet uit. Maar we gaan nu even lekker lunchen. Het is altijd zo lang met jou. Ja, maar ik heb toch al besteld. Ik zeg ik wil iets erbij, maar ik weet alleen nog niet wat. Ik ga die pittige kip van jou zo meteen proeven. Want mama, nee, dat is van mij. Doe maar broodje warm vlees. Waarom? Dat kan ik ook eten. Oh, dan kunnen we delen misschien. Nee, dat is goed. Ja, maar dan kan ik ook die pittige kip eten. Nee, dat is van mij. Die zeg je niet dat je met mij wilt delen als ik die warm vlees kan. Ja, die broodje warm vlees wil ik wel met jou delen, maar... Ja, joh. We zijn nu bij La Fuente. Ja. Gaan we even lekker lunchen, even eten, want ik heb honger. Voldoende geshopt voor vandaag. Verder hebben we niks meer vandaag. Nee, Jenna die gaat zeg maar even boodschappen doen, maar daar ga ik niet mee. Ik heb een hekel aan boodschappen doen. Want als ik ben 37 weken zwanger, ik moet steeds boodschappen doen. Ja, maar het punt is, weet je het is. Kijk, ik wil best boodschappen doen. Dus dan bijvoorbeeld, ze zegt ja, ik heb een brood nodig en een pak melk. Dat is goed. Dan haal ik een brood en een pak melk. Als zij zegt van ik ga een brood en een pak melk halen, dan komt ze met twee tassen boodschappen terug. Daar word ik een beetje moe van. Dus, vast de hele tijd te zwieren en te wandelen door de supermarkt heen, daar ben ik een beetje klaar mee. Blijf ik gewoon lekker thuis. Lekker relaxed. Is beter. Better. Nee, want bij een andere smaakt dat wat lekkerder, toch? In plaats van je ettersoep thuis zelf opeten. Nee, die is ook lekker. Die ga ik vanavond eten. Ja, joh. Vanavond gaan we ettersoep dan. Helemaal niet. Vanavond gaan we Til op een bakje jou eten. Je bent niet belangrijk. Oh, lekker, lekker, lekker eten. Blijf van mijn kip af. Nee, Ja, dat is lekker. Blijf er vanaf. Hij is echt lekker. Blijf er vanaf. Nee. Oké, daar zijn we weer. We zijn thuis aangekomen. Zoals ik net al vertelde, Jenna is nu naar Oriental. Die gaat Til een bakkeljauw halen. Dat is zoute vis met gebakken cassave. Ze zei net nog of ze niet 100% zeker weet of ze dat gaat klaarmaken. Dus ik weet niet of ik het kan laten zien zometeen. Maar dit is wel één van mijn favoriete gerechten uit de Surinaamse, Javaanse-achtige keuken. Maar echt super lekker. En de manier hoe Jenna het maakt, dat vinden echt bijna al onze vrienden, familie echt veel lekkerder dan je eigenlijk in de winkel of in een algemene baring of toko kan halen. Ik ben heel benieuwd of ze het nog gaat maken. Nou,
Ik dacht, misschien is het leuk dat ik wel even laat zien wat ik daadwerkelijk heb gekocht. Ik heb bij de H&M gewoon een simpele skinny low waist broek gekocht, zwart. Het probleem altijd met mijn skinny broeken is dat mijn bovenbenen veel te groot zijn. En mijn kuiten. Dus hij zit vaak wel los. Een gewone skinny broek is vaak gewoon wat los aan de onderkant. Dus ik heb altijd gewoon een echte skinny bij de H&M. Zit hij maar net iets strakker. Ik koop wel een maatje groter, anders is het echt net een legging. Simpele broek, black. Deze heb ik ook gehaald bij de Sting. Dat is 5 euro. Ik draag vaak van dat soort armbandjes. Vind ik gewoon leuk. Leuk als accessoire. Daarnaast deze. Jullie al bij de New Yorker. Ik heb deze type trui heb ik ook bij de Zara gezien en bij de Sting. Ja, 40 euro was hij bij de Sting en 60 of 65 euro was hij bij de Zara. En nu voor 20 euro. Dat is echt super leuk. Ze hebben ook een andere kleur. Ze hebben deze ook in het zwart en in het bordeaux dus. En heb ik bij de New Yorker heb ik ook nog een training shirtje. Het is een soort van dry fit shirt. Gewoon. Een simpel klein logotje op de achterkant. 7 euro. Een soort van dry fit shirt. Lekker voor tijdens het sporten. En ik heb een broek bij de New Yorker. Biker jeans. Ik heb deze soort gelijk ook bij de H&M gezien. Maar daar vroeg ze 35 euro voor. Maar dan is hij damaged. En deze is niet damaged. Ja, hij is wel lichtelijk damaged. Je ziet hier. Een beetje damaged. Maar niet echt scheuren. En ik ben een beetje klaar met de scheuren in mijn broeken. Want ik wil gewoon de kleding dragen naar mijn werk. Dus, superleuke broek. En deze was 40 euro. Dus valt mee voor een broek. En deze waren dus 35. Dat scheelt 5 euro. Dat is 1. Hij is niet damaged. Dat is 2. En bij de Zara zijn ze vaak rond 50 euro. Vaak wel 50 of misschien wel duurder. Dus dit is wat ik heb gekocht. Ik wou ook even jullie laten zien. Ik ga denk ik eventjes Battlefield 1 spelen. Zoals jullie weten is die pas uitgekomen. En ik heb daar enorm veel moeite mee als je gewend bent om Call of Duty te spelen. Is dit, ik wil niet zeggen 100 keer, maar ik denk wel echt twee keer zo moeilijk om daadwerkelijk kills te maken. De gameplay is anders, je moet langer wachten. Maar het is wel een stuk realistischer en een stuk mooier. Dus ik ga proberen een stukje gameplay er in te toveren. In deze vlog, zodat jullie een beetje weten wat ik speel. Dat is wel misschien leuk, of niet leuk. Anders moet je maar even verder skippen. Maar dat ga ik nu eventjes doen. Eventjes relaxen, een beetje chilling. En dan wachten tot Jenna terugkomt. Battlefield 1. Let's go. Nou, we zijn hier wel mensen die het niet snappen. Wat gaan we doen, jongens? Hier, granaat. Nou, zo gaat het dus echt de hele tijd door. Dat is wel vet in het spel. Je hebt allemaal een bepaalde rol in het spel. Althans, als je met mensen speelt die... Oh, shit, gewoon hartstikke mis. Die een beetje tactisch zijn ingesteld. Dan is het echt super vet, want dan kan iedereen zijn eigen rol aannemen. De ene is een medic, de andere is een assault, dus zeg maar echt een soldaat, dus echt aanvallend. De andere is een medic, dus die kan iedereen ook weer een beetje beter maken op het moment dat ze gewond zijn. En als je dan een beetje bij elkaar blijft, dan kan je elkaar dus beter maken. Je hebt ook je hebt sport. Je hebt dan scout. Ja, scout is zeg maar iemand die gaat onderzoeken hoe het veld eruit ziet en waar de aanvallen zijn. Dan heb je dus de assault, wat ik al zei, de soldaat, de medic, dus iemand die je beter maakt. Support is iemand die geeft ammo. Dus als jij in need of ammo bent. Dan is het wel handig dat iemand jou, als je bijvoorbeeld al je kogels hebt verspild, dan is het wel handig dat je dan uiteindelijk iemand hebt die jou wat kogels toe kan gooien. En dan kan je weer verder schieten. Dat is wel nice, wat de fuck is dit? Wat trickwire.
Ik maak er echt nog helemaal niks van. Ik vind het ook echt, eerlijk gezegd, ik vind het echt, echt super moeilijk. Als je dit vergelijkt met Call of Duty. Call of Duty is echt spawnen, schieten, knallen, knallen, knallen. Weer kapot gaan, kapot maken, kapot maken, kapot maken, bombarderen. Iedereen doodschieten die je maar kan doodschieten. Maar dit heeft echt een beetje een soort van tactische... Dit heeft nog tactiek nodig. Huh? Wat doe ik? Nee! Oh, wat een jostie ben ik soms, jongen. Spring gewoon van het gebouw af. Ja, en dit is een beetje mijn rol. Beetje een soort van campen. Beetje de boel in de gaten houden. Ja, normaal gesproken, als je van zo hoog naar beneden dondert, dan ben je gewoon dood. Zie je? Mikken. De mik is zo moeilijk, het is echt niet normaal. Ik krijg het niet voor elkaar om uiteindelijk elke keer gewoon echt goed te aimen, snel. Ik weet niet, volgens mij is het bij Call of Duty anders of ik heb gewoon heel lang geen shooter meer gespeeld. Dat kan ook. Oh, hier zo. Nou, zo gaat het dus achter elkaar. Dit level is in principe... Wat je ziet, ik heb geoverviewd, dus dan, je kan ook kijken, je kan zelf selecteren waar je gespand wordt, maar vaak is dat bij een mannetje, dus een teamgenoot die al daadwerkelijk in het veld is, die nog leeft. Dus nu kan ik maar alleen bij eentje spannen. Nou, dus ze zitten nu bij elkaar. Als je spant, dan neergezet, kijk, oh, dit wordt echt vies. Zag je dat? Word ik gewoon neergezet op positie midden in een vuurgevecht. Dat, ja, als je ziet... De omgeving van het spel is wel echt super mooi. Even kijken hoe mooi het is gemaakt. Die boom waait, je ziet die druppels op je scherm komen. Het is wel echt, echt bizar mooi. Zo, waarom gaat hij niet dood? Nou. Dat is bizar. Hit 28. Dat is echt bizar hoor. Ja, ik word aan de andere kant ook alweer geschoten. Even kort. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot na de reclame. Ik ben benieuwd. Nou, Jenna had geen zin om zelf tillen te maken. Nou, nee, je had wel zin, maar je had geen tijd, hè? Nee, lukte niet vanwege het... Het uitkoken van de zoute vis. Dus, ze heeft nu gehaald bij... Warmte is nog. En, ga ik ermee door? Ja, hè? Ja, is ook, hè. Is lekker, hè? Ja, de bij jou is lekker, hè. Maar, dus... Ja, lekker. Nee, lekker, hè. Gebakken cassave met bakoyau. Kijk, ze zit niet echt door de deur in de bakkeljauw, bakkel mij. Nou, heerlijk gegeten. En we gaan nog even lekker relaxen, want het is toch slecht weer buiten. Het is echt zo'n dag dat je lekker thuis wil zitten. En een filmpje wil kijken, dus dat gaan we ook doen. We gaan de GVR kijken. De grote vriendelijke reuze. Ik ben heel erg benieuwd. We wachten best wel lang al wanneer tot deze film beschikbaar was. En we kunnen hem eindelijk kijken, dus... Ik hoop dat het wat is. Ik zit alweer in de auto. Ik ben onderweg naar de sportschool toe. De film was super leuk. We hebben afgekeken. Echt, ja, het gebaseerd natuurlijk op het boek van Roald Dahl. Jenna kent hem letterlijk uit de hoofd. Maar de film is echt top. Dus echt een leuke Disney film die pas weer is uitgekomen. En echt een aanrader. Even snel sporten. Even... Ondanks de motivatie misschien een beetje op een laag pitje staat, ga ik het toch proberen om toch weer even lekker te knallen. Ik ga binnenkort weer met Tim trainen, gaan we weer eventjes knallen. Maar voor nu moet ik het even alleen doen en ga ik even zelf lekker knallen. Ik denk dat ik het niet ga filmen. Aangezien ik al een heleboel andere workouts online heb staan. Waar binnenkort ook een nieuwe reeks in komt. Want ik heb speciaal voor jullie de push en pull en underbody.
opgenomen. Dus die komen binnenkort eraan. Dat is het voor nu. Nu onderweg naar Basic Fit. Ik ga even veilig rijden, dus ik ga niet meer filmen. En ik ga niet meer vloggen en filmen tegelijk. Zo, dat was het. Samen met de passie gaan we even een lesje poelen geven. Althans, hij gaat mij weer even een lesje poelen geven. De eerste overwinning zit erop en die is voor mij. Dus ik ga proberen dit hele potje een beetje te filmen, want ik denk dat hij weer een knop krijgt. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Oké, ga naar de volgende. Ik laat de eindstand straks wel zien. Nou, de eindstand 3-3. Passie die heeft een normaliter, geeft hij me altijd klop. Dus ik ben super blij dat het gelijkspel is geworden. Hij is een verlies aan het weghuilen. Buiten. Hij staat hier helemaal in zijn eentje. De koning. Koning? Heeft weer gespeeld. Koning Kneus, ja. Nee, Koning Kneus. Oh, hij kan die hebben, jongen. Heerlijk. Nou, ik ga hier bij de vlog eindigen. Vergeet niet te like, deel, abonneer. En tot de volgende keer. Later.